op het Center Park te zwemmen. Ja, nu is het gewoon echt. Het stroom is uitgevallen. Ah! Holy, holy! Jongens, meisjes, het is leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. Ik wil heel graag even laten zien wat de situatie is op dit moment. Hier zo lekker naar zeepsop en het is hier lekker cool en ik heb mijn eigen badkamer. Oh jongens, kom, we gaan buiten kijken. Ik heb een eigen balkonnetje met uitzicht. Kom, kom. Oké, klaar voor? Klaar voor? Jongens, ik heb mezelf weer even verwend. Ik zal jullie even een update geven. De afgelopen dagen verbleef ik in een ander hostel in Cairns. Prima hostel hoor, gewoon prima. Nu zijn we hier beland, want ik dacht, weet je wat, over 2 nachten vlieg ik naar Nieuw-Zeeland. En dan wil ik gewoon even opgeladen zijn. Ik wil mijn was gedaan hebben. Mijn tas moet ik helemaal opnieuw weer inpakken. Kijk ook gewoon hoe groot dit bed is. Ik ben wel even toe aan gewoon even lekker niemand om me heen. Hoe fijn is dat? Altijd, ik ben constant met mensen. Je slaapt in een kamer met andere mensen die je niet kent. Je bent constant, sta je aan. Ik zal jullie eventjes mijn boodschappen laten zien. Ik ben de afgelopen 2 maanden heb ik met deze boodschappentas rondgereisd. Die had ik dus nog naast mijn grote rugzak en die kleinere. Mega onhandig. Echt vet irritant. Maar wel nodig, want ik had gewoon boodschappen. Ja, ik zal jullie even laten zien, ja? Wat we nu nog over hebben. Broodjes voor in de oven. We hebben hier geen oven. Dat is dus jammer. Maar we hebben wel een broodrooster. Dus daar doe ik het gewoon in. Opgelost. Eieren. Nog 2 eieren. Tomaten. Granola nog. Die ik ooit een keer in Brisbane heb gemaakt. We hebben nog een halve mango. Die moet ik echt opeten nu. Hummus. Weten jullie nog dat ik deze in Sydney heb gekocht? Nou, hij is bijna leeg. Ik heb precies nog voor 1 keer pindakaas, smeerkaas, had ik zoveel zin in jongens. Griekse yoghurt, pasta saus. Ja, dat gaat ook niet meer opkomen. Maar ik kan er nog best 1 keer van eten. We hebben nog broccoli. Dus hier zitten nog champignons in. Wortels, lekker met de hummus. Appels, honing. Oh jongens, dit moet allemaal nog op in 2 dagen. Hoe ga ik dat doen? Bonen hebben we nog. Ja, dit is olijfoliespray. We hebben nog pasta. We hebben nog kaneel, komkommer, cashewnoten en suiker. En boter. En nou heb ik deze tas over, maar die ga ik niet meenemen naar Nieuw-Zeeland. Oké, ik ga eventjes deze, al deze spullen, de boodschappen, even opruimen. En dan spreek ik jullie later weer, want ik moet jullie nog helemaal updaten over alles. Zo, lunchtijd. Het is een beetje een karige maaltijd, want ja, het moet allemaal nog even op. Lekker. Cashewnoten had ik nog over. De broodjes. Ik heb ze maar in de broodrooster gedaan. Nou, wild prima hoor. Kaasje erbij. Theetje erbij. Wat wil een mens nog meer? We pakken het schema er even bij. Het reisschema. Dit heb ik gedaan de afgelopen tijd. Waar ik ben gestopt en uitjes en dingen.
In 2 maanden tijd heb ik zoveel gedaan en zoveel gezien. En dat is heel leuk. Maar het is ook heel veel. Dus toen ik aankwam op Magnetic Island, toen was ik kapot. Dat was de plek met het boomhutje, weet je nog? Dus daar heb ik niks gedaan. Wel genoten en gechilled. Toen ging ik naar Mission Beach. En in Mission Beach heb ik niks gevlogd. Dat weet ik zeker. Ja, het was een fijne plek. Maar de boomhut zelf, het hostel, was mega ver weg van de bewoonde wereld. Daar in Mission Beach heb ik ook een skydive gedaan. Het skydiven kostte nogal wat. En het was binnen 3 minuten weer voorbij. Ik doe het waarschijnlijk nooit meer. Het was wel een mega ervaring. En toen de dag daarna ging ik raften. Ja, op de rivier de Tully. Whitewater rafting. En het was zo leuk. Dat was echt, goh, een van de hoogtepunten van mijn reis. Ik heb zo genoten daar. En toen ging ik naar Cairns. De tweede dag in Cairns had ik een watervallentour. En dat was ook mega leuk. Van Uncle Brian's. Absoluut een aanrader. Ga het doen. Maar op de terugweg, toen stortte ik helemaal in. Ik heb het ook op Insta gedeeld. Maar het was echt, iedereen ging helemaal uit zijn plaat. En ik zat achterin. Ik hield het niet meer. Ik zat te janken daar. En ik dacht, ik word gek. Ik word gek. Alle mensen. Niemand ook even vragen aan mij. Goh, ben je oké? Want ik zat echt duidelijk hardop keihard te snikken. Vandaag stond er eigenlijk weer een tour van dezelfde organisatie op de planning. Maar die heb ik gecanceld. Gewoon omdat ik het niet... dat lukt nu even niet. Tussen vandaag en die andere dag ging ik snorkelen. Weet je wat we hebben gezien? Een schildpad. Hij zwom gewoon onder mij langs. En wauw, jongens. Het was heel mooi. En hier ben ik de komende 2 nachten. Heerlijk. Helemaal opnieuw weer instellen voor de reis naar Nieuw-Zeeland. Want ja, nog 2 nachtjes en het is zover. Maar daar vertel ik jullie straks even over. Ik ga even eten. En anders is er ook zoveel luisteren voor jullie. Sorry. Zie je. Besluiten Moeke te gaan zwemmen. Even een duik nemen. Begint het te regenen. Oeh, dat ruikt wel heel lekker. Weet je wel, zo. Warm asfalt. Ik hou ervan. Waarschijnlijk is dit buitje heel snel weer open. Ah! Holy moly! Dit is niet normaal. Waarschijnlijk is dit buitje heel snel weer open. Jongens, het is helemaal lekker. Het is verwarmd, het is zout water, maar dat geeft niet. Ik ga nog even. Dag. En dat, beste jongens en meisjes, was het ultieme geluksmomentje dat ik nog even nodig had. Wat vinden we van mijn outfit, jongens?
Het is nieuw. Ik weet alleen nooit met zulke dingen of ik het helemaal zo dicht moet doen of een beetje. Ik weet even mijn mango op hoor. Hij is een beetje oud. Tuinhandschoenen. Nou, wil jij wel eens even weten waarom zeker? Twee nachtjes hier slapen en dan vertrek ik naar Nieuw-Zeeland. En in Nieuw-Zeeland heb ik andere plannen dan hier in Australië. Het ging me hier een beetje te snel. Ik heb de hele oostkust afgereisd en alle highlights gezien en het backpackersleven ervaren. En ik ben er toch achter gekomen dat het voor mij een beetje intens is. Daarom heb ik ervoor gekozen om in Nieuw-Zeeland even helemaal wat anders te doen dan ik hier heb gedaan. De eerste 10 dagen verblijf ik bij Judy. Bij haar blijf ik 10 dagen op de boerderij en dan ga ik haar helpen. Het is vrijwilligerswerk, dus ik werk ongeveer 4 uur per dag. En ik mag gratis bij haar slapen. Ik heb mijn eigen kamer, mijn eigen badkamer volgens mij. Ik krijg eten. Nou jongens, ik dacht, wat leuk. 10 dagen, de 10 dagen daarna verblijf ik bij andere mensen ook op een boerderij. Daarna is het kerst en oud en nieuw en mijn verjaardag en zo. Die week, 2 weken, heb ik nog helemaal niks gepland. En ik weet ook nog niet zo goed wat ik wil. Daarna, op 12 januari, heb ik een groepsreis door Nieuw-Zeeland. Noorder- en Zuidereiland ga je allemaal dingen zien. En dan komt die. Dan zijn we nog niet klaar. Ik heb namelijk in Sydney ontmoette ik Casey. Ik heb er niet echt voor gesteld volgens mij. Maar we kwamen toen met het spontane idee om terug te vliegen via Hawaii en New York. Casey woont namelijk in New York. En ik zei zo van, joh, weet je, ik wil eigenlijk helemaal niet weer terugvliegen. Als ik van Nieuw-Zeeland naar Amsterdam vlieg, moet ik 30 uren vliegen. Nou, ik vond 27 al veel te veel. Ik wil het eigenlijk het liefst nooit meer doen. Dus toen, het begon een beetje als een grapje. Uiteindelijk is het echt een serieus plan geworden. We gaan naar Hawaii, want het vliegticket is al geboekt. Een weekje Hawaii, daarna vliegen we door naar New York. Daar verblijf ik als het goed is bij Kees in, dus dat scheelt enorm. New York, oh my god. En daar blijf ik waarschijnlijk maar een paar dagen en dan vlieg ik dan weer terug naar huis. We zijn dus nog lang niet klaar met ons avontuur, maar Australië zit erop. En ik ben blij en trots dat ik dit heb gedaan. Wat een leven. Dit is gewoon mijn leven. Hoe dan? Dankjewel voor het kijken en tot gauw. Doei! Goed. Stroom is uitgevallen. Oh nee, jongens. Ik was helemaal de keuken aan het opruimen. Vaatwasser stond aan. Oh, wat naar. Dit vind ik heel naar. Nu ben ik helemaal alleen. Ja, het zal zo wel weer aangaan, want dat gebeurt hier wel eens vaker. Maar ik weet niet hoe lang het duurt. Het kan wel 2 uren duren. Goed. Nou ja, het is niet anders. Phew. Hij doet het weer. Oh, ik had deze stress. Ik zou al bellen naar de receptie, want ik dacht straks is het alleen mijn appartement. Straks heb ik iets fout gedaan met vaatwasser of zo. Het is alweer aan. 10 minuten. Waren lange 10 minuten. Oké, goed. Nou, nu echt doei. Living life, every day, late at night, not okay, all I want. And I pray, all I need are some better days.